Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. Het is weer een keer tijd om een serie op te nemen met Mike van Rusty Ox. Yes, we zijn weer terug van weg geweest. We hebben de vorige keer Harry Potter 1, 2 en 3 gereced voor op de computer. En nu gaan we Mario Party 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 ook racen. We beginnen met de eerste vier op de GameCube. 5, 6, 7 en 8 op de Wii. Ja, alleen ik heb wel even een dingetje. Sinds wanneer spelen we Mario Party? Mario Party? Ja, je zei Mario Party. Oh, nou, dit is wel een feest. Ik ben zoveel Mario Party aan het opnemen met Jordi dat ik helemaal geswitcht ben. Nee, we gaan Harry Potter 1 tot en met 4 op de GameCube spelen en 5 tot en met 8 op de Wii. Het kan goed zijn dat er tussen een game heel even een pauze zit, want het ligt net aan of wij met elkaar kunnen opnemen of niet, zeg maar. Alleen, ik probeer het gewoon aansluitend te doen, maar dat kan ik niet beloven. Nee, dat is best te voldoen. Misschien dat we het gewoon de Harry Potter Generations kunnen noemen. Dat zou ook nog kunnen. Dat gaan we doen. Het wordt Harry Potter Generations. Klinkt goed. We gaan nu aan de GameCube-spellen beginnen. Rusty heeft veel meer ervaring met deze games, maar dat maakt niet uit. Ik heb ze wel ooit een keer uitgespeeld, dus het is niet helemaal nieuw voor mij. Wat we gaan doen, we gaan elke keer 20 minuten gaan we spelen en dan gaat de timer af en dan stoppen we. Oh, ja. En die ga ik zo meteen aanzetten en dan gaan we tegen elkaar racen. Yeah, let's do this. Ik zeg 3, 2, 1, start. We krijgen dan natuurlijk nog die hele IE gebeuren. Ja, je krijgt eerst nog het hele verhaal, hè? Want ik had hem net eens opgestart om te kijken, is er iets van een beginscherm, zeg maar, een menu. Maar als je hem voor het eerst keer opstart, is er dus geen menu. Dan gaat hij er meteen in. Odans aan de met sterren. Niks aan de met sterren beshouden. De suggestie dat er binnenkomt. Oh nee! Oh, je kan doorklikken! Snel! Oh, wat een gunst. Wat een gunst. Kan iemand doorklikken? Ik dacht, shit, hij loopt vast. Maar dat viel gelukkig mee. Ik wil zeggen, het ging bij mij net al fout dat het ineens vast... dat het niks bewoog in de opname, maar... Ja. Professor Krinkel. Harry, professor Krinkel. Een van je leraar op Zwijnstein. Oeh. Ja, het is waar genoegen. Waar genoegen. Dat is oh, dat gestotter. Echt hoor. Ja. Verweert het tegen de zwarte kunsten. Ja, wel fijn dat de game in Nederlands is. Ja, dat is wel grappig, ja. Ja. Ik ben dus voor de zesde of zevende keer alle Harry Potters aan het luisteren. En ik ben gisteren begonnen aan de laatste. We gaan. Oh, kijk. Het is gewoon zo leuk. Ik word er altijd vrolijk van. Oké. Ja, want op de weg is weg leren we ook flipenden, toch bij olifanten. Ja, klopt. Oké, Harry opgepast. Ik heb dus, dat is een geheimpje. Ik heb dus deze serie wel eens willen spelen op YouTube alleen toen Rage Quit ik. Rage Quit jij, wat is ja. Dit dan ineens? Welkom op de weg is weg. De games op welkom op de weg is weg. Computers zijn een stuk makkelijker, laten we daarop houden. Nou, je toverstok nog bij Olifant. Heb jij ook lek in jouw game of is het, zie ik alleen maar lek via Discord? Goedemiddag. Nee, ik denk dat je dat ziet via Discord. Ja, okay. Ja, ik dacht al dat ik u binnenkort zou zien. Harry Potter, u heeft de ogen van uw moeder. Ik herinner me als de dag van gisteren dat ze zelf haar eerste toverstok. Nou, dankjewel voor het compliment. 26 centimeter. Echt hoor. Soepel. Van wil gehouden. Okay. Een prima stok voor bezweringen. Je de laatste keer dat wij echt samen zien werden was ook Harry Potter, maar dan op de cruiser. Dat was alweer even geleden. Ja, dat is wel weer een tijdje geleden dat we dat gedaan hebben. Ja. Goed, meneer Potter. Ik hoop dat ik een beetje ver kan komen. Ik hoop dat ik in ieder geval één van de 8 games ga winnen. Nou, dat komt vast wel goed, joh. Maar het gaat om de fun. Dat, absoluut. Dat zeggen alle verliezers, geloof ik, hè? Ja, dat is... Nou, eens kijken of we de goede kunnen pakken van de 3. Is het niet altijd dezelfde? Nee, het zijn alle 3 verschillende. Ja, nee, ik bedoel, is het niet altijd dezelfde die je moet kiezen? Oh, ja, dat is wel. Kijk, welke is het? Hulst en Phoenixveer. 27,8 centimeter.
lekker soepel. Wojo, zijn we soul-linked? Ja, zeker! We pakken gewoon dezelfde. Precies. En dan gaan we gelijk de hele tent afbreken. A fucking cadabra! Oeh, dat is wel heel snel. Net een stokje. En hij gaat nou 100 mensen doden. Wat een gezelligheid weer. Ik heb Hogwarts Legacy in mijn hoofd. Ontzettend vreemd. Ja, dan, maar dat duurt ook wel lekker voordat je die leert. Maar aan het einde pas. Volgens mij, ik heb hem uitgesprongen. Volgens mij heb ik Avada Kedavra nooit geleerd. Dat is namelijk geen hoofdmissie. Oh, ik heb hem wel geleerd. Ja, die krijg je bij de quest van Sebastian. Ja. Nou, kom op. Ik wil graag wat doen, meneer Ollivander. Echt hoor. Als hij zijn kop eens houdt. Ja, het wordt een ellende. Ja joh, we weten allemaal hoe dat werkt. Ja. Leave Britney alone, zeggen ze wel eens. Ja, dat zeker. Absoluut. Ik denk dat we grootse dingen van u kunnen verwachten. Weet je wat wel een dingetje... Weet je wat wel leuk is? Ik heb heel erg zin in deel 3. Die heb ik vroeger heel vaak gespeeld, maar toen kwam ik nooit zo ver. En nu kan ik een keer echt alle spreuken leren. Want ik heb dat vroeger als kind heel veel gespeeld, maar eigenlijk later nooit meer. Nee, ik wil zeggen, er is op deel 3 echt één stuk waarvan ik sowieso weet dat wij allebei boos gaan worden. En welk stuk is dat? Het Dementor-stuk. Oh ja, in Zwijnsveld toch, of niet? Nee, niet in Zwijnsveld. Waar was het ook alweer? Een stukje nadat je Sirius gered hebt bij de... Is dat een kutstuk? Ja, dat is echt een kutstuk. Want dan moet je een heel leger van Dementors verslaan. Mm-hmm. En... Dan moet je nog de Dementors voorkomen voordat ze Sirius aanvallen. Oh, oké. Dat is echt een klote stuk is dat. Camera? Wee! Daar zit een luchtje aan. Ik vind het wel mooi dat hij ook gewoon echt de smaak van die smackies vertelt. Ja, echt hè. Oh! We worden getackled door dozen. Auw. Oh. Hierheen, meneer Potter. Ja, Ollivander, ik kom eraan, joh. Alleen ik word aangevallen door je toverstaffen. Ja, echt hoor. Yo, wat is... Oh. You failed? Ja, I failed the jump. Nice. Nu heb ik gewonnen. Goldsmaak? Godverdamme. Oeh, ik moet hier de boek pakken. Dit vond ik altijd leuk, dat je zo spreuken leerde met die boeken en zo. Dat vond ik ja, leuk. Dat is wel mooi. Flipendo! Nee, ik kon die sprook niet halen. Ineens besloten dat ding voor mijn beeld te gaan zitten. Haha! Wie staat er nou voor? Oh ja, hij staat nu voor, maar... Zeg maar die Oh! Ik weet nog wel, er zit hier in deze game een boss fight met planten die ik heel kut vond. Een boss fight met planten? Ik zit even te denken hoeveel jij het hebt. Ik denk dat ik het al weet. Dan moet je volgens mij... is dat niet bij de duivelstrik als je naar beneden in die gaat? Is dat stukje? Volgens mij wel. Volgens mij is dat inderdaad dat stuk. Voor de mensen thuis, de kans dat ik een verkeerde knop indruk is groot, omdat de knopjes die we in beeld zien anders zijn dan hoe ze op mijn controller gemapt zijn. Je kan toch ook... zie je, ik wist dat. Ik wist nog dat dat kon. Dat je ook kon... Mikken. Hebben we wat aan veel smackies krijgen? Ja. Want daarvoor kun je kaart kopen bij Fred en George, waardoor je meer levens kan krijgen. Oeh, ook in deze game, oké. Ja, dat is in elke. Dat is in elke. Spinaziesmaak. Spinaziesmaak? Get! Zeg, lijkt me nou totaal niet lekker om dat in zo'n smackie te krijgen. Oh, wacht.
De camera wordt nog wel, denk ik, een punt waar ik nog wel eens boos om kan worden. Ja, maar dat vind ik ook helemaal niet gek. Zo, ik ga even lekker... Hey, kistje. Een ki... Harry, kom terug! Je vergeet iets. Nee! Wat hebben we? Ja, we hebben een tovenaarskaart. Ik word zo hard genaaid hier. U kunt de drie grote schilden op die muur... Harry, ga dan de volgende keer gewoon naar die kist toe. Ja, die kruipruimte. Verdomme. Kijk, wat camera? Oh, ik wil zeggen, was dat mic-ding? Ja, je moet eerst al die dingen... Ja, dat dacht ik al. Get verdamme snotsmaak. Wacht, maar die kloppen toch al? Nee? Je moet andersom. De middelste klopt, alleen boven en onder moet je omdraaien. Nee. Oh nee, je moet ze in dat patroon raken. Wow. Oh, de Folio Bruto. Ja, daar staan enge monsters in, toch? Dat weet ik nog wel van deel 3. Ja, klopt. Dat is inderdaad die... Zou ik nu ook nog terug kunnen voor die tovenaarskaart? Moet je even kijken of dat nog gaat? Oh jee, een imp. Ik weet niet of het goed, Mick. Weet je wat wel... Kijk eens even op. Weet je wat wel grappig is? Dat ze dezelfde muziek gebruiken als in... als in de computer game. Ja, dat vind ik wel mooi. Au. Harry, maak gewoon die kut imp af. Dank je. wat een liefde naar Harry. Wat een liefde. En daar hebben we de imps. Volgt u mij maar. Volgt u mij maar? Nee. Leave Britney alone. Nee, hij wil eerst kijken of hij een boek kan vinden. Of een kist. Ja. Hier, geheime tunnel. Oh. Harry, raak dat denk ik wel, joh. Groot zou. Harry, raap hem. Dankjewel. Het... Ik heb een tovenaarskaart. In deze... Wauw. Ja, in deze game kun je ook kaarten dubbel krijgen, toch? Ja, klopt. En je kan ook pakketjes met tovenaarskaarten vinden. Ja, klopt. Die zitten meestal ook in zo'n kist. Een pompoentaartje. Ik weet dat je, dat vond ik heel vet aan deze game. Dat als je eenmaal je bezem unlockt, dat je gewoon op het schooltrein gewoon vrij kan vliegen. Ja, dat klopt. Ja, dat vind ik wel mooi aan deel 1, 2 en 3. Mm-hmm. Dat je gewoon die recht hebt om gewoon lekker te kunnen vliegen op het schooltrein. Mm-hmm. Ja, in deel 3 heb je dan niet een... Ja, nee. Dan heb je niet een bezem, maar heb je scheurbek. Oh ja, ja, klopt. Zo, en we hebben nu het over naar skaartje nummer 2. Ik weet nog wel dat ik dit niet leuk vond. Oh, dat... ja, dat stuk. Dat is echt leuk, zullen we zeggen. Oké. Nou moet je nagaan als je meteen nog een boek krijgt. Ja, je krijgt van de olifanten krijg je gewoon 3 boeken, hè? Wat een luxe. 3 spreuken? Nee, nee, gewoon boeken, geen spreuken. Harry, laat jezelf voor vallen, joh. Dank je. Nee, ik ben vooral heel geïrriteerd dat de camera niet echt mee wil. Oh, maar je hebt hem. Goed gedaan, meneer Potter. Komt er niet. Nog een cirkel. Ja, klopt. Maar dan moet je eerst de boeken oprapen. Wow, is dat Lumos? Nee. Oh nee, dat is een opgeladen spreuk zeker. Ja, dat is dat je al je spreuken die je leert ook kan opladen. Nice. Dit boek helpt u. Oké, daar gaan we. Harry, draai even om, jongen. Hier is een hint uit het boek, speciaal voor u. Laat uw toverstok op, maar wees voorzichtig.
Als je de toverstok overbelast, zou er wel eens iets akeligs kunnen gebeuren. We houden niet van akelige dingen, dat doen we niet. Oh, deze boekenkast leeft gewoon. Weet je wat in deel 3 ook best wel kut is? En dat is spiegels. Die puzzels met die spiegels. Oh ja, die zijn verschrikkelijk. In het begin is het nog wel een soort van makkelijk, maar later wordt dat echt wel wat kutter. Ja, klopt. Het wordt echt een drama. Bot! Zo, gewoon met één keertje, joh. Doet die nee, even. Ik had hem al een keer verneukt. Ah. Nou, doe jij er maar even 5 keer over, alsjeblieft. Oh ja, nee, dat dacht ik al. Oeh, een tovenaarskaart. Zo, wat schreeuwt hij ineens? Volgt u mij, maar. Dat bepaal ik zelf wel. Het ergste is nog, hij mist dat ding ook gewoon. Loser. Oeh, oh. Hit yourself in confusion. Hey, het! Nee, oh, die was niet goed. Gefeliciteerd, Harry. Ze is prachtig. Nou wel, nee, ook nog steeds niet. Wat is dit dan? Ik heb bijna gelijk dat je 5 keer had gemist. Dankjewel, Hagrid. Nou, ik heb het 3 keer over gedaan. De Sunshine Express vertrekt zo. En die mag je niet missen. We mogen hem niet missen. We mogen de Sunshine Express niet missen. Niet? Oh, ik had net zo zin om met... Oh, wacht, dat is in deel 2 pas. Om met vliegende auto te gaan. Ja, maar dat is in deel 2 pas. Zo jammer weg. Heb jij op Steam Lego Harry Potter? Nee, maar die heb ik wel op de PlayStation. Ja. Ah. Op Steam was... Ik heb hem voor €4 gekocht of zo op Steam. Ja, ik wil zeggen, hij was een tijdje een aanbieding. Ja, ik dacht, anders konden we die een keertje co-op spelen. Stopte uiteindelijk. Ze oh ja, ik wil zeggen, ik kan hem best. Moet je daar voor allebei Steam hebben, ja? Ja, dan moet je hem voor alle, dan moet je hem bij allebei op die game hebben. Weg. Oh ja, ik wil zeggen, nee, ik krijg morgen slagers, dus zal ik morgen wel eens even kijken. Ja, nou ja, zo snel hoeft het niet, want we zijn eerst nog 8 games aan het spelen. Dus. Ja, gewoon voor die tijd, kijk, Plexio. Ja, kom wel hoe. Werden de eerstejaars ingedeeld bij een afdeling. En waar... Ja, ik ben ook onderweg naar Zwijnstein nu. Niet bij Zwadderig, hè? Zeker weten. Je zou grootse dingen kunnen doen. Het zit allemaal in je hoofd. Nee? Nou, als je het echt zeker weet, dan houden we het maar op. Gryffindor! Hey Harry, wil jij ruilen? Ik zit er... Oh, gaan we weer. Dat is niet echt een verrassing. Want ja, gelukkig is het Ron. Weet jij misschien waarom we van professor Perkamentus niet naar de derde verdieping mogen? Ik weet het. Nee, zullen we naar de derde verdieping gaan om het uit te vinden? Klasouds te volgen. Ah, jawel, joh, gewoon meteen. Gewoon de YOLO. Ja. Hij had het best aan de klasouds te mogen vertellen, vind ik. Die klassenoudste is mijn andere broer, Percy. Hoeveel broers heb jij dan? Te veel. Ik heet trouwens Hermeline Griffel. Hallo Hermeline. Ron, niet dat het bij het valt is. Weet je dat je veeg op je neus hebt? Huh? Oh, en jij bent vast Harry Potter. Ik weet natuurlijk alles van jou. Pas op. Ja, dat zei Mila net ook al, dat het allemaal in mijn hoofd zat. Ja. Oké. Let's go. Hallo Ron. Hey Harry, wil jij ruilen? Oh. Nou, dat hoor je in deze game niet. Jammer. Zeggen, dat hoor je hier helaas niet van. Hey Harry, wil je ruilen? Harry, kom op. We moeten Percy volgen naar de leerlingenkamer van Gryffindor. Ja, als je me met rust laat, dan kan ik hem volgen naar de leerlingenkamer van Gryffindor. Niet als jij je bek niet houdt. Ja, dat gaan die dingen. Dit is de kortste weg naar de slaapzaal. Nou, maar let's go. Die trappen in de gaten, want, hij heeft ook altijd een veeg op zijn neus. Ja, gore gast is het. Ja. Een vuile Ron. Wow. Moet je Harry's gezicht straks eens kijken als hij dus sterk is. Sneller gaan. Ja, ik... dat is niet normaal, joh. Ja, doorlopen graag. Kom, doe maar door, hup. Ja, we moeten volgens mij nog eentje omhoog of niet, ja.
Ja, oh, je moet nog heel veel meer omhoog. Ja, 7e verdieping toch? Ja. Percy, loop door, jongen. Dat is foppen. Oh nee, foppen. Ja. Oh, kleine eerste jaartjes, lachen. Nou, dan gaan we maar eens kijken naar de blik van Harry. Maak dat je wegkomt, of ik zeg het tegen de baron, foppen. Ik meen... Ja, willen ze nog wel eens veranderen, die trap, ja? Ja, dat doen ze. Foppen is mij... Oh, wauw, die kop inderdaad, ja. Foppen is mij heel hard aan het pesten. Zelfs van de klasseangsten trekt hij zich niks aan. Dat is nooit fijn als Foppen dat gaat doen. Percy, je loopt in de weg. Percy, die trap moet nog komen. Jij wil dat ik doorloop. Maat! Harry, hier zo. Even kennis maken met Foppen, hoor. Hé, hey, Rusty, wil jij ruilen? Ja? Sneller graag. Nee, ik wil niet ruilen. Ik heb niks om te ruilen. Nog niet, in ieder geval. Eigenlijk is deel 1 op zich wel beter dan de computerversie, omdat er hier al veel secrets en zo in zitten. Ja, klopt. Je hebt een wachtwoord nodig. Maar we zeggen, deze game is wel moeilijker dan de computerversie. Ja, zeker. Ja, Percy, ik zit te wachten op een trap, joh. Houd je stil, hier. Oh, ik heb hem serieus geraakt. Oeps. Nee, ik deed voor de geifelie pendel, maar ik raak hem vol in zijn gezicht. Lekker voor hem. Ja, en terecht moet je maar doorlopen. Precies. Oh, de tijd is op! Oh, is de tijd op? Je moet stoppen. Maar niet doorlopen, hoe durf je door te lopen? Ik sta stil. Ja, nee, ik heb het wel weer door. Je zit gewoon keihard me aan het vals te spelen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, anders zie jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.